Oh, wacht. Here we go, here we go. En go, 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 go. Go, 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 go. Go, ik heb mijn elfenbeetje aangezet. Hey, leuk dat je kijkt en welkom terug bij weer een gloednieuwe episode van Shadow of War hier op VonXNL. Jongens, allereerst mijn excuses dat er vorige week niet zoveel video's online zijn gekomen. En dus volgens mij vrijdag ook geen Shadow of War video. Eigenlijk heel simpele verklaring. Ik had het te druk. Ik werk nog steeds elke dag fulltime van 8:30 tot 5:00. En dan heb ik in de avond dus bijvoorbeeld tijd om dingen op te nemen. Maar ik moest ook een surprise maken voor afgelopen weekend voor Sinterklaas. En ik denk dat heel veel van jullie ook wel weten wat voor een... Nou, het is niet heel veel werk, maar het is gewoon een werkje. Het is wel een werkje. Er gaat tijd in zitten. Daar was ik druk mee. Ik had natuurlijk van tevoren op kunnen nemen, maar don't you worry, ik ben weer terug. Ik zag zelfs al reacties van mensen die zeiden van, oh, nu gaat hij vast weer 3 maanden ineens niks uploaden. Jongens, calm down, calm the tits, niks aan de hand, ik ben er weer. Ik was een surprise aan het maken. Dat was serieus alles. Goed, we gaan weer even verder met Shadow of War. En ik moest, voordat ik deze quest kon doen, moest ik nog een paar dingen fixen. En ik zal jullie trouwens eventjes laten zien wat ik gedaan heb, want het is best wel geinig. Ik ga namelijk eventjes naar het army menutje. Hierheen. En dan zien jullie een oude bekende hier. Namelijk onze vriend Bruce. Ik heb Bruce gecaptured en zoals je ziet, hij is nog steeds niet helemaal in orde. Ik zat te twijfelen, moet ik het opnemen als ik hem ga capturen? Maar het was niet echt heel grappig. Ik bedoel, hij kan niet meer praten. Hij maakt geen geluid meer. Bruce, hij kan alleen nog maar vage geluiden met zijn mond maken. Dat was het enige grappigste wat er gebeurde. Maar ik heb hem dus gecaptured. Ik heb deze guy en deze twee. Ik heb er best wel veel eigenlijk. Ik had er maar 3 nodig, maar ik heb er dus een paar gefixt. Anders kon ik deze quest niet doen. Want deze quest heet Reversal of Fortune. En er staat interrupt the ritual and stop the captains from becoming chosen. Dus ik denk dat dit een beetje het einde is van de chosen questline. En ik krijg een reward, een Shadow Dominate skill upgrade. Dus we krijgen een nieuwe skill als we deze quest voltooid hebben. Maar ik gok zomaar, omdat dit een beetje het einde is waarschijnlijk van deze storyline van met de chosen, dat het toch nog wel lastig kan gaan worden. Maar dat gaan we uitvinden. Rescue, wat? Such loyalty to the orcs. Okay. Rescue a follower before disrupting the ritual. What do you mean, rescue a follower? Okay. Nou, ik ga in ieder geval proberen al eerst niet gezien te worden. Eerst even deze guys allemaal neerhalen. Oh, oh, pas op, er komt iemand aanlopen. Dat loopt gewoon een Nazgul, joh. Okay, shit. Rescue, oh, dat is een bonus objective. Kan ik er eentje rescue, heel snel? Als ik nou achter hem langs loop, neemt hij het vast niet door. Oh, het is Bruce! Bruce, ik ga even... Bruce, wacht! Oh nee! Jongens, Bruce is hier. Jullie moeten Bruce even zien. Hij kan nauwelijks praten. Ik hoorde hem net wel wat zinnetjes zeggen, maar dat is volgens mij niet de bedoeling. Hoppakee, een beetje omslachtig, maar hij is dood. Hoe rescue ik jou? Cut free. There you go, Bruce! You okay? Alles goed? Oké, nou hebben we die bonus objective in ieder geval ook gehaald. Kan ik deze guy even door zijn kopje gaan knallen. Oh, dat doet lekker veel damage. Oh. Bro, wie is deze Nazgul? Hij is zwak as fuck. Is dit Isildur nog steeds? Ik denk het wel. Of niet? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Nope. Dat is niet mijn plan. Uh-oh, ik zie twee captains ook aanwezig. Holy shit. Oké, even mijn kanakkoord erbij halen. Kanakkoord, doe je werk. Ik ga proberen deze Nazgul neer te halen. Hij heeft echt totaal niet veel levens, maar... Oh my god, er komt nog een Nazgul aanlopen. What do you mean? Wie is deze captain dan? Een Vaultbreaker ook nog. Oh my god. Ja, hij is ook nog een trickster. Het is goed met je. Ik laat Eltariel dat wel oplossen. Ik ga eerst even mijn army er ook bij halen trouwens. Of heb ik dat al gedaan? Oh, ik heb mijn army al geroepen. I see. Oké, nou prima. Dan gaan we... Oh! Eerst op de Nazguls. Broken. Nou, die is weg. Kom op, snel. Yes. Nog 1 Nazgul down. Gaan we op deze guy. Ik zie ook dat 1 captain enraged is. Ik kan even niet zien wie dat is. Eentje van level 29. Oh, nu niet meer. Maar hij zit nog wel steeds... Van een afstandje shit op mij te gooien. Wat ik super irritant vind, zoals jullie al lang weten. Maar goed, de laatste Nazgul gaat nu ook neer. En dan moeten we nog de captains defeaten. Nou, die staat hier te gooien. Even kijken, wat, ja, dit was de Vaultbreaker. Oké. Okay. Daar kunnen we dus niet mee ouwehoeren.
Eigenlijk moet ik een beetje... Nou, ik wou zeggen, ik moet hem een beetje in een hoekje krijgen. Maar dat is me al gelukt. Dus doe ik een lekkere execution. Hoppakee. Oh. Hij kan wel ontwijken, dat moet ik toegeven. Ik wil... Shit. Ik probeer steeds op hem te klimmen. Dat is natuurlijk helemaal niet slim, want dat kan niet. Dat is een beetje een gewoonte die ik nog af en toe heb. Zo, die is broken. Oh, te ver weg. Oh. Oh, pas op. Kom hier, gek. Nou, die is neer. En voor ons, level 29, altijd een mooie aanwinst. Voor ons legertje. Oh. Oh ja, tuurlijk. Dat kan niet. Iron Will. Nou, fight to the death dan maar. Ik heb geen zin om jou te houden. Je moet sowieso dood. Je bent chosen. There you go. Oh. Gaat hij nu pas tegen me praten? Hij doet nu pas zijn opening en hij is serieus al gewoon neer. Oké, is goed. Je kan nog stoer praten, maar je bent echt al binnen een paar klapjes dood. Nu sta je hier bovenop ineens. Oh, ik heb geen elf shots meer. Nou, prima. Dan pakken we hem zo wel. Ah, oh, come on. Maak het nou niet. Come on, je bent bijna neer. Hier, haal hem neer. Op de grond. Ik kan het helemaal niet jij. Natalia, je moet aan de kant. Hoppakee. Ik heb even de laatste hit gedaan. Hoe voelt dat nou, Natalia? Dat iemand je shit steelt, je kills. Voelt best wel kut, of niet? Oké. Even mijn followers bevrijden. Hier zit er ook nog één. Ik ken deze guy niet, trouwens. Deze waarschijnlijk ook niet. Wie is dit? Nee, ik ken hem niet. Ik kan alleen al mijn captains in Sedagost met de tower en zo. Want die zien er tenminste memorabel uit. Die kun je nog herinneren. En daar is Bruce. Bruce is back. What's up? Our army remains strong. Yes. And we have all but assured the Nazgul cannot track us. But they are still not defeated. As long as they are out there, we are not safe. You least of all. Het is altijd hetzelfde verhaal met Eltariel. Ze zegt iets obvious en half cools en dan loopt ze weg. Ze zal altijd het laatste woord hebben. Why are you like this? Oké. Nou, we hebben extra points gekregen en we hebben een skill upgrade. Zoals je ziet, Shadow Dominate. Helaas staat mijn cam een beetje boven het filmpje. Maar activating this skill upgrade allows you to Shadow Dominate or grunt or broken cat... Captain, sorry, zo. Ik heb net gegeten. In ranged mode, target an orc and press B to shadow strike to him and immediately... Dominate him. Dat stond er. Was lastig. My god. Oké, even kijken. Hoe kunnen we nu nog verder met die questline? Oh, ze zijn locked. Uh-oh, kijk. Hier zat ik nog over te twijfelen. Deze quest is... you must control all four fortresses before you can confront the Dark Lord... Het Barad-dûr. Dus dat betekent dat we er nog twee moeten overnemen. Als het goed is. Ik ga even checken. Want ik heb dus al... Ja, dit fort in Gorgoroth heb ik dus niet. Ik heb wel die ene in... Hier ergens. Hier in Noornen. Die heb ik natuurlijk. En ik heb Sedagost hier boven. Dus daar moet ik nog... ja, dat is Barad-dûr. Die kunnen we niet zomaar overnemen. Ik moet dan in ieder geval nog Gorgoroth. En... en deze waarschijnlijk. Silith Ungol, ja. Of deze. Midas Morgul. Nee, want die kan niet. Dat is als laatste. Dus ik moet inderdaad nog Silith Ungol en Gorgoroth. Dus, oké. We blijven eventjes hier in Gorgoroth. En dan gaan we kijken of we hier wat Warchiefs van kunnen gaan killen. Want dat is wel de bedoeling. Oh shit, dit was niet de bedoeling. Ik wil gewoon naar Army. No! Game! Controls, Army, there we go. Want hier leven alle vier de Warchiefs nog. En zoals je ziet, deze heeft één bodyguard die bij mij hoort en deze ook. Deze guy heeft ook één bodyguard die bij mij hoort en deze niet. Deze heeft de twee die nog niet bij mij horen. Dus ik denk dat ik er gewoon eentje ga targeten en die maar gewoon ga proberen te killen. Moet te doen zijn. Ik ga denk ik voor deze guy. Eigenlijk gewoon een random gokje. Even kijken waar die zit. Niet heel ver weg. Ah, 1600 meter. Kunnen we fast travelen? Altijd even kijken of ik kan fast travelen. Want ik ben best wel lui. Als het daarop aankomt. We kunnen hierheen. Haha. We kunnen een stukje fast travelen. En als je nog luier bent, zoals ik ook. Dan summon je Caligord er nog even bij. Waar ben je?
Wat? Dude, hij werkte niet of zo. Oké. Okay. Nou goed. Je neemt je Caligor en dan kun je ook nog een stukje sneller rennen. Hartstikke aardig. Of hartstikke makkelijk. En nog steeds is het 500 meter. Hop! Even over ze heen lopen. Het kilt ze niet, maar het irriteert ze toch eventjes. Dit fort is ook wel sick hoor, jongens, trouwens. Het is echt best wel groot van binnen. Ik ben er al een paar keer binnen geweest om een captain te targeten. En dat ging niet altijd heel goed, want er zijn heel veel orks daarbinnen. Wat logisch is natuurlijk. Mounted Massacre. Draw out the warchief by killing his warriors while mounted on a Caligor. Dus ik moet ze killen terwijl ik op de Caligor zit. Mounted, we will carve through the warchief's forces. Oké. Speed is our ally and his doom. Kan ik dan niet gewoon deze Caligor gebruiken? Ja, mount a Caligor. Hallo, ik hoef er niet per se eentje te... Hoe heet het? Te capture, want ik heb er al een. Dan gaan we deze lui maar gewoon killen. Die liepen gewoon toevallig buiten. Hoppakee. Dat is er één. Je denkt toch dat je veel meer damage doet als je op zo'n Caligor zit. Maar het valt hartstikke mee, want ik heb er nu pas twee gekilled. En ik hoor... Ik weet niet of mijn Caligor nou zo'n herrie maakt of dat ik een ander gigantisch beest hoor. I don't know. Maar we gaan deze lui aanvallen. Een battle op een Caligor tegen andere Caligors. Deze Caligor gaat wel super hard neer, by the way. Oh. Nu zit ik ineens in de hoekie. Vier enemies hebben we nu gekilled. Deze Caligor gaat ook dood. Hoppakee, spam X. Nou, iemand gaat wel het alarm af laten gaan nu. Nou ja, dat is dan maar even zo. Het gaat zo toch gebeuren als de Warchief eraan komt, dus... I don't care. We kunnen het wel handelen. Ik summon straks gewoon even mijn handlangertjes erbij. En dan moet het wel aankunnen. Hallo. Kaboom. Even kijken, vier. Vier hits. Oké, die enemy had vier hits nodig. Ik denk dat ze allemaal een beetje rond de vier hits nodig hebben. Nou, het alarm is afgegaan. Er gebeurt nog niet zoveel, gelukkig. En we gaan gewoon op iedereen inlopen hakken. Er moeten nog drie. Mounted execution kills. Kan dat? Hoe de fuck doe je een mounted execution kill? Dat staat trouwens linksboven als bonus objective. Huh? Dat ken ik niet. Want ik kan wel... Kan ik nu execution doen bijvoorbeeld? Nee, hè? Ja, het zal wel. Oh, hij? Cursed Terror Slayer. Ah, hij is wel een berserker. En hij is cursed. Hij hoort bij mij. Oh, daar gaat hij al. Holy shit. Oh, pijnlijk. Hij is al de helft van zijn levens kwijt. Ja. Let's go. Ik ga je helpen, bro. Oh. Op de Warchief. There you go. Oké, als die andere guy, die andere captain even bezighoudt, dan ga ik op de Warchief. Oh. En mijn Caligor is neer. Nou, dat maakt niet uit. Daar gaan we. Happy? Yes, I'm happy. Let's go. Kaboom. Hop. Zo. Die aars. Oh, dat doet minder damage. Ik wil eentje kopie. Zo. Hij is broken. We got him, jongens. We hebben hem al. Oh, shit. Enraged by mortal wounds? Ik dacht het niet. Hoppakee. Die is dood. Warchief down. Dat is al één van de vier. Oh, er staat natuurlijk nog een andere captain die die mij wil gaan killen. Oh, pas op. Wie is dit dan? Wie is dit eigenlijk? Je hebt je nog niet geïntroduceerd. I don't care. Maar ik wil je wel capture op zich, want dat is altijd wel nice. Dus ik ga even mijn legertje erbij halen. There you go. Oh, pas op. Dan gaan we die guy even proberen neer te halen, jongens. Hij is best wel tanky en ik hou wel van tanks. Ook niet te vergeten om dat stukje equipment dat hier zweeft te pakken. Zo. Jongens. Laat me mijn loot pakken. Oh my god. Er was een skill dat je automatisch je loot oppakte als je er overheen liep. En die heb ik niet geactiveerd, want ik wilde een andere kiezen. Want ik dacht van ja, wanneer is dat nou handig? Nou, in zo'n situatie zou het misschien handig kunnen zijn. Maar goed, ik heb het nu ook al gepakt. Dus wat dan. Hoppakee. Hij heeft zich nog niet geïntroduceerd. Ik heb geen idee wie deze guy is. Maar hij is wel bijna dood. Dat vind ik lekker. Hop. En hij is broken. Oh, die heb ik net op tijd gecounted. Nee, nee, nee. Kill hem niet. Nee, nee, nee. Hij ligt op de grond, jongens. Oh. Hou op. Ik ga ook bijna dood. Oh, ik ga neer. Zelfs. Door deze guy. Daag. Hoppakee. Dat gebeurt er dan. Nou, there you go. Wie is het? Ik wil zijn naam weten. Ratak the Dam.
Machine Commander. Oké, okay, ga maar weg. Dat was genoeg. Oké, nou thanks. Dat is één Warchief down. En ik hoor jullie misschien zeggen dat het natuurlijk niet nodig is dat ik eerst alle Warchiefs kill voordat ik een siege begin. Maar het is toch wel even veel makkelijker eigenlijk als je dat wel doet. En als je dan jezelf ook heel veel captains captured in, in deze area, is gewoon veel fijner. Maakt het dan wat makkelijker. Even kijken, die is down. Nou, dan gaan we naar deze, denk ik. Laten we eerst gewoon van voor naar achter werken, eigenlijk. Zit deze toevallig ook in dit fort? Nee. Nou, misschien wel trouwens. De quest staat wel al hier ergens. Daar al. Dat is nice. Oké. Okay. Wie is dit? A thief in the night. Draw out the warchief by laying waste to his warriors without triggering the alarm. Uh-oh. Show this war chief the oh, ik ben niet zo goed in stealth, maar we gaan het proberen. Kill 10 enemies without raising the alarm. Oké, 10 is nog wat te doen. Hè, er zijn vast wel 10 archers die ik gewoon easy kan killen. Oh, dit gaat al bijna fout. Trouwens, ik denk dat ik ze beter kan dominaten. Ik hoef ze niet eens te killen. Dan heb ik ze ook meteen aan mijn legertje toegevoegd. Hoppa. Iemand hierboven? Nope. Oké. Okay. Iemand aan die kant? Ja, daar staat er een. Even kijken of dominaten ook telt. Als killen. Nee, niet. Oh, ik moet ze echt killen. Oké. Okay. Damage. Anders kon ik ze ook meteen mooi toevoegen. Maar dat mag dus niet. Oké, okay, we gaan naar een andere archer toe. Aan deze kant. Hop. Hop. Oh, die ziet me net niet aankomen. Hij liep net aan de andere kant toe. Komt dat eventjes mooi uit voor mij. Oh, ik kan trouwens ook een brutalize doen. Ik zal zo proberen een brutalize te doen, jongens. Dat is een gruwelijke stealth kill. Zo wordt het omschreven. Oh, ik word gezien. Dat geluidje van dat je gezien wordt is zo na. Dat wil je eigenlijk nooit horen, natuurlijk. Door wie dan? Door wie dan? I don't know, ik ga weer naar beneden. Waarschijnlijk door die guy die hieronder stond, die ik eigenlijk wilde killen. Waar staat hij? Hij staat hier. Kijk, 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 kijk. En Y. Hop, hop, hop. Dat is nog eens een lekkere stealth kill. Holy shit. Oh, waarom is hij aan het rennen? Oh, dat komt natuurlijk door die brutalize. Oh, als hij maar niet het alarm af gaat laten gaan. Omdat hij net heeft gezien dat zijn vriend brutaal vermoord werd. Het is niet heel slim wat ik nu doe. Maar het is me gelukt. Er stond gewoon een ologhai daar te chillen op de grond. Ik weet niet of jullie het zagen. Maar die stond daar gewoon, of zat. Terwijl ik even zijn vriendje afslachtte. Oh shit, dit zijn twee vriendjes. Uh-oh. Die andere heeft het niet door, hij heeft het niet door. Shit, shit, hij heeft het wel door. Shit. Oké, niemand heeft het gehoord. Niemand anders heeft het gehoord. Oh, ik had zo'n chain kunnen doen. Jullie zagen waarschijnlijk heel even dat er X boven het hoofd van die andere guy stond. Als ik dat had gedaan, had ik zo'n chain kunnen doen van de stealth kills. En dat gaat veel sneller. Dat is veel beter ook eigenlijk. Ik zit hier helemaal niet op een goede plek. Ik ga eventjes over het dak heen. En naar een andere plek toe. Eigenlijk moet ik ook gewoon op de archers gaan. Zoals deze guy hier bijvoorbeeld. Hoppakee. Jij kan toevallig in mijn handen lopen. In mijn armpies. Waarom loopt iedereen nou ineens weer weg, joh? Misschien hebben ze toch iets gehoord. Ja, het gaat natuurlijk ook niet heel stil, die stealth kills. Er wordt een beetje geschreeuwd hier en daar, maar... Merendeels wordt het allemaal niet gehoord. Hoppa! En hop. En nog eentje. Laat ik nou net een archer ook hier zien staan op de minimap. Oh, dat haalde ik maar net. Hierboven. En dan ben ik benieuwd wie de Warchief is. Wat voor eentje. Ik hoop niet dat hij heel irritant is. Huh? Oh, wacht even. Oh, nee, 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 nee. Waarom zo ver meteen? Waarom gelijk zo ver? Nou, die is ook dood. Norok, de Executioner. Oh, damn. Hoe ziet hij überhaupt iets? Oké. Okay. Yes. Hij is van mij. Oh, nice hit. Die andere guy zit trouwens wel op een karakor met een pijlenboog. Dat is wel een beetje OP. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Iemand is het alarm af laten... Probeer het te laten gaan. I don't care. Ik ga er gewoon voor. Ik ga er gewoon voor. Hoppakee. Ah nee, ik dacht dat ik de Warchief gecaptured had als target. Kijk, dat bedoelde ik met zo'n stealth chain. Oh, wat?
Hij was boos omdat hij getarget werd met stel. Daar kon hij niet tegen. George? No! We skip right to the execution. Oké. Find out how sweet you are. My sweet. Dude, level 36. En de captain of de warchief zelf. Holy shit. Wat doen deze ongeis ineens hier? Oh! Oh, wacht, here we go. En go. Go, ik heb mijn elfenbeetje aangezet. Alleen ik weet nog steeds niet precies hoe die werkt, maar ik heb het gedaan. I don't know what happened. Oh, what the fuck? What happened? Hoe gebeurde dat zo snel ineens? Holy shit. Oh, pas op. Oh, pas op. Oh god. Ja, man, die ollegaai's zijn echt niet normaal. Ja, die heb ik. Bruh. Ineens had hij geen armpies meer. Ineens zit hij niks meer. Waar komt hij ineens vandaan dan? Dan ga ik jou toch even mooi killen, als je toch wegrent. Oh nee, kom op. Kom hier. Yes. En let's go. Hoppa. Dude, die warchief ging zo naar dood ineens. Hij had ineens geen armen meer. Allebei zijn armpjes had ik eraf gezaagd ineens. En dan ging zijn hoofd volgens mij ook nog. I don't know what happened. Het was cool. Oh, wacht. Hij is al lang broken, of niet? Boom. Excuse me, ik had het niet door. Recruit, let's go. Feral Beast Master. Oké, retreat. Wegwezen. Was hier nou nog... Ja, hier staat er nog een van level 36. Die wil ik eigenlijk wel heel graag hebben. Level 36 is echt wel heel nice. Hoppakee, hallo. Ik draai hem even om. Nee, ik steek een gigantisch zwaard in zijn... in zijn buikie. Oh, pas op! Nee! Ga ik neer door een Karagor? Are you kidding me? Nou, deze gaat neer nu. Oh, hij... Hij rende in mijn zwaard. Dat is... Helaas voor hem. Kom hier, ik ben klaar met je. Level 36. Yes. Recruit. Damn. Oké, en wegwezen. Nice. Dude, de progress in deze episode is zeer nice. Wat is er cool zo trouwens hier. Er gebeurde zoveel net. Ik kon het allemaal niet bijhouden. Maar laten we eventjes kijken naar het quest, of het army overzicht. Twee warchiefs zijn dood. Hij heeft er nog twee over, waarvan ik... Deze heeft ook één captain die bij mij hoort. En deze heeft er twee die niet bij mij horen. Deze twee guys, level 25 en level 22. I mean, waar praten we over? Kijk hoeveel blauwe schedeltjes en kleurtjes jullie zien in deze army. Het gaat best wel lekker. Ik heb er heel veel gerecruit deze episode. Nog maar... Oh, wie is dit dan? Oh, er staat nog een warchief hierboven. Ik zag hem helemaal niet staan. What the fuck? Oh, excuses. Jongens, jullie hebben hem waarschijnlijk al de hele tijd gezien. Maar er is nog een derde. Oké, nou dat kunnen we doen. Ik denk dat ik dat in de volgende episode dan ga doen. Want ik denk dat jullie dat graag willen zien. Laat het eventjes weten in de episode. Of in de episode. In de reacties of jullie willen dat ik dat off-cam ga doen. Dus dat ik het in mijn eentje doe. En dat ik dan in de volgende episode het gedaan heb. En dat we dan een fort gaan aanvallen. Of dat jullie willen zien dat ik al deze andere drie warchiefs ook ga killen. Laat me even weten, dan ga ik dat doen. Jongens, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag vrijdag weer gewoon terug om 6 uur bij een gloednieuwe Shadow of War video. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En oké, is goed. Doe. God damn it, fuck you. What the hell? God damn it, freaking elfhard. God damn it, sterf. Fuck you. What the fuck? What the hell? Fuck you. God damn it. God damn it. What the hell? Fuck it. Oh damn, shit. What the hell? Finish, faggot? Jesus! Fucking Christ, what the hell? Holy shit. Kut. Zo'n faggot, is echt...